Dit is Bram, winnaar van de Nationale Wetenschapsquiz Junior 2013. Bram! Op zijn eigen school geeft hij nu les in de wetenschap. Veel kinderen denken dat dat echt heel erg saai is, maar met zo'n quiz kan je dan toch wel zien dat het wel heel erg vet is. En dat doet hij met een proefje met 2 bakken water, 2 autootjes en 2 poppetjes. Want zwem je nou sneller in diep of ondiep water? Deze in een dieper bad, dat die meer voordeel heeft. Waarom? Omdat hier heeft hij geen last van het drukverschil in het water. En hier wel. Ja, ja. Ja, kijk. Hij gaat niet zo heel erg snel. Wat wilde hij nou laten zien? Dat is toch lastig, hè? Ja. Ik heb geen flauw idee hoe dat heet. Ik snap er helemaal niks van. Nou, nog 1 keer. Zwemmen in diep of ondiep water. Wat gaat nou sneller? 3, 2, 1. En? Nou, het is ongeveer gelijk spel. Hoe komt dat? Deze heeft veel meer last van de druk en de golven. En deze heeft daar geen last van. Alleen omdat deze auto een stuk trager is. En deze een stuk sneller. Daarom is het een gelijkspel. Dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit, die golven. Dus daarom wordt het uiteindelijk gelijkspel. Dus het ligt niet alleen aan het water, maar ook aan de auto's. Snapt u het nog? Nou, Bram in ieder geval wel.